De drugspuit waaraan de twee Eindhovense jongetjes zich vorige week prikten zorgt voor veel onrust onder de ouders in Tongeren. Ze zijn bang voor nog meer rondslingerende spuiten en dat hun kinderen zich daar ook aan kunnen prikken. Dat is ernstig. Ja, mijn kinderen spelen alleen op de plekken waar ik ze aanwijs. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het daar niet gebeurt. Stel dat uw kind zo'n spuit zou vinden. Ik heb ze nog nooit verteld wat ze mee moeten doen. Of ja, wat ze er dus niet mee moeten doen. Nova Dick Kentron, waar de naald vandaan komt, vindt de situatie heel vervelend. Maar ze kunnen niet meer doen om de wijk veiliger te maken. Ondanks alle preventieve maatregelen kun je niet helemaal voorkomen dat dit soort vervelende gebeurtenissen plaats kan vinden. Ik hoop inderdaad dat het niet meer gebeurt. Dat klopt. En het is voor het eerst sinds heel veel jaren weer dat er zoiets gebeurt. Dus ik hoop dat het weer heel veel jaren wegblijft. Het bestaande pakket is denk ik vrij veelomvattend. En het enige wat je kunt doen is het weer eens onder de aandacht brengen van iedereen die erbij betrokken is. En met name goede voorlichting geven aan de gebruikers zelf. Kijk, niet iedere gebruiker laat zich verleiden om hier in zorg te komen. En we hebben daar al fors op ingezet om iedereen zoveel mogelijk hier in zorg te krijgen. En dat blijven we doen. Het ouderappel heeft raadsvragen gesteld en ook de LPF is van plan om dat te doen. Ondertussen moeten de ouders zelf goed opletten dat hun kinderen geen drugs spuiten tijdens het spelen oprapen. Ik denk eerst gewoon onderaan beginnen. Dus de verantwoordelijkheid van de mens zelf en politie, et cetera. Dat lijkt me om te beginnen even voldoende. Vindt u dat de politiek, de Eindhovense politiek, daaraan moet gaan doen? Ja, zorg dat dat niet gebeurt. Hoe kunnen ze dat doen? Ja, dat is hun probleem, hè. Dat moet hun voor zorgen, hè. Daar kan ik niks.